momentje. Maar voor het zover is, moet er eerst wat werk verzet worden. We hebben wat hout gesprokkeld voor het vuur. Keteltje mee. Zo, nog even wat houtschors erop, want dat brandt wel lekker. Ik moet zeggen, ik heb trek in koffie. Wow. Hé, en wat is fika-tijd nou eigenlijk precies? In de 19e eeuw was fika-tijd alleen een bakje koffie, maar nu is het echt een cultuurdingetje. Fika-tijd is vooral genieten, samen met je vrienden, even eruit, even stoppen met werken, even lekker genieten van een bakje koffie. En meestal iets lekkers erbij, een soort mini-high tea. En de Zweden die doen dat dagelijks, of misschien wel meer keer op een dag, van jong tot oud. Lekker. Zouden we in Nederland ook moeten inlassen, zo'n fika-tijd? Daar ben ik het mee eens. Heerlijk. We zijn hier bij het IJshotel en ik heb afgesproken met onze tourguide David. Hi David. Hey. Hi guys. Hi. We're here at the IJshotel. What does it make the IJshotel so special? Well, to begin with, I would say that it's the first one, the original IJshotel. It's been here for 28 years now. And also the fact that the entire hotel is made out of water from the Torne River. So when that water freezes over, we harvest it in March, and every little detail in this hotel is made out of the ice. What's the special in the rooms? Well, we have individual designs of the rooms. So every room is made out of one or two, three artists that can apply, send us their IDs, and they get to come here and make their art suite. Can you really sleep in the rooms? Isn't it too cold? No, actually, -5 isn't that cold, actually, when you're in the room and you sleep in a sleeping bag that will keep you warm, as long as you stay inside of the sleeping bag, that is. How thick is the ice? Around 1 meter. These kind of blocks of ice are the one we harvest. Usually weighs around 2 tons. And can we have a fika here in the IJshotel? Yes, you can. I suggest go to the ice bar and have your Swedish fika. Well, let's go to the ice bar then and have a fika. Hoe vet dat je hier kan slapen, hè? Oh, ik ben benieuwd. Oh. Koud zijn. Niet met een warme slaapzak of een dikke jas. Nee. Oh, lekker, lekker. Hoe gaaf zou het zijn hier om je huwelijksnacht door te brengen? Nou, wel een beetje koud. Het wordt niet zo'n romantische nacht, denk ik. Wel lekker knus. Ja, ik zou dicht tegen elkaar aankruipen. Ja. We verlaten Abisko en reizen door naar Luleå. Een reis van 6 uur waarbij we zelfs de Poolcirkel zullen kruisen. Genoeg kijkers voor een mooi fika-momentje. En dat doen we per trein. Na een fantastische treinreis zijn we aangekomen in Luleå. De stad waar het allemaal gaat gebeuren. De KPN Grand Prix wedstrijden. En dan gaan we eerst eens even de restaurants testen. Kijken of we ook een lekker hapje kunnen eten.